ben in Waddinxveen en dit is de vergeten plek. Een spannende plek, zou je bijna zeggen. Hier vind ik namelijk de sleutel tot goed werkgeverschap. Ah, yes. Top. Ik heb hem. Silvio. Hey, hallo. Ik wilde de sleutel gebruiken om het park in te komen, maar de deur stond open. Nou, dat is mooi. Dus ik had hem uiteindelijk niet nodig. Maar deze maakt heel weinig geluid. Ja, dit is een van onze nieuwe aanwinsten. Dat is een elektrisch voertuig. Ja. Heel Waddinxveen die wil toch verduurzamen. En ja, we hebben nu inmiddels 14 elektrische voertuigen. Dus, ja, daar zijn we trots op. Ja, dat snap ik heel goed. Goed voor het milieu. Jullie komen hier ongetwijfeld iets doen. Ik moet daar bij die container even een haagje knippen. Ja. Dus ja, als het, nou, we kunnen daar even... Als het om haagjes knippen gaat, dan ben ik er als een kip erbij. Dus dat gaan we gewoon doen. Ja. Mooi. Oh, maar hier krijg ik hele andere neigingen bij dan een hegje gaan... Het is ook elektrisch, hè? Het is, is het ook elektrisch? Het is allemaal elektrisch. Ah, okay. We zijn helemaal afgestapt van de brandstofmotoren. Ik druk maar geen knop in, want dat is beter. Ja, maar de accu zit er nog niet aan. Oh, nou, heel goed. Nou, en, ik heb een Tibetaanse collega, die leid ik op als werkcoach binnen de gemeente Waddinxveen. Nou, het is heel goed om te zien hoe hij zoiets oppakt en heel snel met zijn beperking tot taal eigenlijk. Dat is eigenlijk fantastisch dat hij zo voor elkaar krijgt. Fijn. Het is echt bijzonder. Ja, hartstikke bedankt. Fijne dag nog. Goed, bedankt. Tot ziens. Hoi, hoi. Ja, dat gaat goed. Nou, de sleutel is hier niet nodig. Hartstikke open. Hi Ingrid. Hi. Kevin. Hallo. Hallo. Ik kon zo naar binnen lopen. Ja, dat is hier heel open, hè? Het is heel open allemaal. Nou, ik moest me wel heel even melden, hoor. Maar ja. Ik had in ieder geval geen sleutel nodig. Nee, nee, in het begin niet. Nee. Nou, hebben jullie als gemeente eerder het drie sterren keurmerk gehaald voor goed werkgeverschap? Wat houdt dit keurmerk in? Dat heeft te maken met essentiële elementen van de werkbeleving. Hoe trots mensen zijn op de organisatie waarin ze werken. Maar ook hoe ze achter de organisatiedoelen staan. Hoe bevlogen ze aan het werk zijn. Dat soort zaken worden dan gemeten. Ja. En wij waren er heel trots op. En Ingrid, welke opleiding en ontwikkelingsmogelijkheden hebben medewerkers hier? Nou, wij doen periodiek gesprekken met medewerkers waarin ze kunnen aangeven waarin ze zich willen ontwikkelen. Zowel qua vakinhoud, maar ook qua persoonlijke ontwikkeling. En dat betekent dat mensen soms voor een opleiding tot projectleider gaan, terwijl ze nog helemaal geen projectleider zijn. Maar dat wel heel graag willen worden en wij zien daar potentie in. Dus ze kunnen dat aangeven? Dan kunnen ze dat aangeven en als daar mogelijkheden voor zijn, dan gaan we daar akkoord mee en gaan ze zo'n opleidingstraject in. En hoe gelukkig ben jij zelf in je werk? Ja, ik ben heel gelukkig in mijn werk. Ja? Ja. Nou. Ik werk er al heel lang en ik heb het heel erg naar mijn zin. Nou, hou dat vast. Helemaal goed. Dankjewel Ingrid. Heel goed, kijk. Oeh, hij gaat niet helemaal open, maar ik kan er binnen. Hey. Hoi. Ik had de juiste sleutel. Ja, dat zie ik. Dus ja, hey, vertel. Wat een ontzettende inspirerende ruimte is dit. Dit is het SK-lab. Dat is eigenlijk het projectbureau van het project Sleutelkwartier. Ja. We staan hier in het gebied en dat gaat de komende 5 jaar tot ontwikkeling komen. En met die ontwikkeling wilden we eigenlijk een creatieve broedplaats creëren. Maar jullie hebben het helemaal opgelapt, in ieder geval helemaal anders gemaakt. Ja. En ik zie daar schommels. Zijn deze schommel anders? Ja. Ja, dat moet toch zijn. Ja. Ik neem aan dat ze daar ook voor bedoeld zijn om even op te schommelen, toch? Ja. Ja, ik wou zeggen, je bent begonnen hier als trainee, heb ik begrepen. Klopt. En hoe is uiteindelijk jouw loopbaan geweest? Ja, ik ben hier 3 jaar geleden begonnen als trainee. En toen is er mij gevraagd, wat zijn je ambities binnen de gemeente? Toen wilde ik graag projectleider worden. En toen ben ik gestart als junior projectleider, dus op kleine projecten. En dat is langzamerhand uitgegroeid. Dus zodoende zit ik hier voor een groot project. Nou, en nu zit je ook. Kom, zullen we gewoon even één keer even goed doen, ja? Komt-ie. 3, 2, 1.
Doe je eigenlijk te weinig als je volwassen bent. Hey Tara, wat is nou het grote voordeel van werken met jonge mensen en trainees? Kan je daar iets over zeggen? Ja, ik denk dat werken met trainees vooral zorgt voor een frisse blik in de organisatie. En dat zie je hier ook denk ik heel goed terug, ook qua originaliteit en creativiteit. Sowieso een hele inspirerende omgeving hier. Hoe zorg je nou hier en op het gemeentehuis dat er een goede werkcultuur is? Voor hier is het wel belangrijk dat het creativiteit eigenlijk oproept. En op het gemeentehuis vind ik het heel belangrijk dat bij iedereen altijd de deur eigenlijk open staat. Nou, ik ben er helemaal uit. De sleutel tot goed werkgeverschap. Ik geef hem jou terug, want die blijft Dankjewel. Hier. Dankjewel.